Het Confucius Instituut van de Anton de Kom Universiteit van Suriname heeft afgelopen zaterdag een open house day gehouden. Dit instituut is op 16 februari officieel geopend en start binnenkort met de taalkursus Mandarijn. Het Confucius Instituut is een wereldwijde door de Chinese overheid gefinancierde non-profit organisatie die als taak heeft de kennis van de Chinese taal en cultuur te verspreiden. Het Instituut van Suriname maakt deel uit van een wereldwijd netwerk van 511 instituten. Priti Mayongalok Talat Singh, directeur van het Confucius Instituut CI van de Surinaamse zijde, vertelt wat verwacht kan worden van deze nieuwe faculteit. Het verzorgt onderwijs in het Mandarijn, traint leraren in het Mandarijn en verschaft leermiddelen hiervoor. Organiseert HSK-examens, die zijn dus vaardigheidstesten in het Chinees, en testen voor certificering van leraren in het Chinees. Geeft verder informatie over aanmeldingen voor Chinese beurzen en fellowships en helpt bij aanvragen van deze beurzen. Begeleidt uitwisselingsprogramma's tussen China en Suriname op het gebied van taal, cultuur en onderwijs. Volgens de directeur van het Confucius Instituut van de Chinese zijde, Sheng Yangyong, is met de opening van dit instituut de band tussen Suriname en China hechter geworden. Hij geeft het doel van de open dag aan. The purpose for the open house day is for the information of the courses and the activities of this year. And also, not just the Chinese courses or the language courses are given by the Confucius Institute. We will give other courses, especially this artistic design courses in Chinese. So for the next semester, we will try to hold a course for fashion designing in Chinese. And later on, we shall have other artistic design courses such as environmental design courses, industrial design courses, and even graphic design courses in Chinese. Shen Yianyong, directeur van de Chinese afdeling van het Confucius Instituut, heeft afgelopen zaterdag samen met directeur Pratima Yong Alok Palat Singh van de Surinaamse afdeling presentaties verzorgd tijdens de Open House Day, georganiseerd door de Anton de Kom Universiteit.